ICC. Voor velen een nieuwe naam. Maar de Hydrogen Chemistry Company is een bedrijf, een nieuw bedrijf, dat gebouwd is op het fundament van twee hele grote bedrijven en al meer dan 100 jaar ervaring. Het eerste bedrijf en het eerste deel van het fundament is afkomstig van Nobian. Nobian in Nederland al actief, in het noorden van het land, in Rotterdam en in Hengelo, op het gebied van zout en elektrochemie richting chloor. De andere partij is de Green Investment Group. Wereldwijd actief op het gebied van infrastructuur en op het gebied van duurzame energie. En die beide partijen hebben HyCC gevormd. HyCC, een bedrijf dat zich gaat richten op de grootschalige productie van waterstof. Grootschalige productie van waterstof om uiteindelijk klanten te beleveren in de moeilijk te decarboniseren sectoren. En wat ik daarmee bedoel is dat de sectoren waar op dit moment heel weinig alternatieven voorhanden zijn om te verduurzamen, daar gaat waterstof een belangrijke oplossing zijn. En dat is precies waar HyCC zich mee zal gaan bezighouden. Luchtvaart, scheepvaart, chemie, dat zijn de sectoren, staal, dat zijn de sectoren waar uiteindelijk op dit moment en zeker op korte middellange termijn relatief weinig andere alternatieven beschikbaar zijn en waar grootschalige invoeding van duurzame waterstof voor hen verduurzaming mogelijk gaat maken. In Nederland heeft HyCC een projectportfolio van meer dan 400 megawatt aan elektrolyseprojecten. Beginnend in het noorden van het land, waar uiteindelijk biomethanol en biokerosine geproduceerd zal gaan worden en waterstof een belangrijke grondstof gaat zijn van die beide waardeketens. Waar uiteindelijk die producten geleverd gaan worden aan BioMCN, aan Sky Energy en aan KLM om duurzame luchtvaart en duurzame brandstoffen mogelijk te maken. Projecten in Rotterdam samen met BP om uiteindelijk daar duurzame brandstoffen mogelijk te maken. 250 megawatt op de Maasvlakte. En hier in de regio Amsterdam om samen met Tata Steel, maar ook de omliggende industrie, uiteindelijk verduurzaming niet alleen van het staalproces, maar uiteindelijk ook verduurzaming van de brede regio en de industrie mogelijk te maken. Allemaal gericht op de sectoren waar relatief weinig alternatieven voorhanden zijn. Als we dan gaan kijken naar de uitgangspositie van Nederland, mogen wij denk ik trots zijn op de uitgangspositie die wij hebben. Andere landen kijken jaloers naar Nederland. Met de Noordzee die echt letterlijk voor onze deur ligt. Als bron voor grootschalige opwek van duurzame elektronen. Precies die plekken waar die elektronen aan land gaan komen, zijn die plekken waar uiteindelijk ook de waterstof en de duurzame elektriciteit nodig is. Precies die plekken waar de industriële clusters liggen. Het noorden van het land, Zeeland, Rotterdam, maar ook hier in IJmuiden en Amsterdam. Juist die plekken waar de kabels aan land komen zijn ook de plekken waar de industrie op dit moment juist die noodzaak voor die duurzame elektronen, maar ook de duurzame moleculen heeft. En dat is waar wij met elkaar aan werken. De andere kant is dat we ook een fantastisch achterland hebben. Met Duitsland, maar ook de rest van Europa. En de bereikbaarheid en de infrastructuurpositie die we hebben met weg, rail, water, zorgt ervoor dat de producten die wij hier maken en uiteindelijk ook duurzaam willen maken, een fantastische plek hebben en kunnen vinden richting het achterland. We hebben een manier van samenwerking hier binnen de clusters die ik op weinig andere plekken in de wereld ken. En dat zorgt ervoor dat we hier niet alleen maar kunnen nadenken over hoe we onze bestaande industrie verduurzamen, maar ook echt die nieuwe economie van 2050 hier in Nederland weten te vormen. En niet alleen maar ons richten op verduurzaming, maar ook echt het bouwen van die nieuwe duurzame economische activiteiten en die nieuwe duurzame economie. En in al die scenario's zal waterstof een essentiële rol gaan spelen. En dit is precies waar HyCC samen met haar partners een bijdrage aan wil leveren.